Wat was nou de, hoe heet dit? Nou, welkom bij Wat Mannen Vinden Van. Mijn naam is Bart. Mijn naam is Roderick. Hallo, ik ben Sean Heidover. En ik ben Elko Baas. Ik ben Erik. Ik ben Jeffrey. En welkom bij Wat Mannen Denken Van Paarden. Mijn naam is Ernest Schouten, 49 jaar slechts, en naast mij zit Olof Eriks, 44 jaar. Ik ben Bernard. Ik ben Cornelis. Mijn naam is Thijs. En mijn naam is Nadine. Ik ben blij dat mijn vriendin hierbij zit. Ja. Ik ben Hoes. En ik ben Wim. En laten we maar beginnen. Wat is een bakstuk? Is dat niet gewoon zo'n, als je de bak hebt waar je dan dat rijen in doet, als die dan zo'n stuk eruit valt, dan is de bakstuk. Ja. Je hebt natuurlijk wel al die letters in de bak. Dat je daar A, B, C moet. Dus op zich zou natuurlijk één zo'n letter, dat, is een bakstuk. Dat zou misschien een bakstuk kunnen zijn. Een bakstuk. Dat gewoon onderdelen zijn van de bak. Bijvoorbeeld je hebt die balken die ze neerplaatsen. Bijvoorbeeld een bakfiets, zeg maar. Biefstuk. Bakstuk. Nooit van goed. Ja. Met een bakstuk. Zal dan een bakstuk zijn. Bakstuk. Is dat iets wat je in je mond hebt? Nou, we hebben net een tip gehad. Dat heeft te maken. Tip van de experts. Ja, dat heeft te maken met een hoofdstijl. Ja, dat verandert de zaak wel een beetje. Het is niet voor de pennymeisjes. Dat doe ik niet. Maar dan zou logischer zijn, bekstuk. Ja, ik zit er net aan het denken. Een bekstuk. Maar een paard heeft geen bek. Misschien een deel waar ze waar eten staat of zo. Zal dat het zijn? Een bakstuk. Oh, dat is een paardenbak. Zou je baksteen, zeggen? Een bakstuk. Bakstuk, ja. Ik denk zo'n paardenbak en dan een stuk hek of zo. Zit er niet een bak? Een bakje of zo onder het hoofdstel? Een kwijlbakje. Ik heb geen idee. Ja, ik ken inderdaad paardenbak, dat is gewoon waar je in rijdt. Ja? Een bakstuk, ja. Zeg je een stuk van een bak, maar dan kan het ook bijna... Of juist een stuk eruit dat het paard weg is. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Next. Wat betekent een rood lintje in de staart? Dat het meisje heel veel aandacht aan het paard besteedt. Een rood lintje in de staart? Ja, van de ruiter? Nee, van de paard. Van het paard. Ja, goede vraag. Ik heb wel vaker die lintjes gezien. In alle kleuren eigenlijk, maar een rood lintje, ja. Misschien dat het een kampioen is met dressuren. Kampioen of zo? Het is sowieso versiering. Dus je merkt dat als je zeg maar opkomt, dat het gewoon netter is dat ze een paard lintjes in hebt. Dat zie je ook gewoon vaak hier. Ja. Paard ongesteld? Zwanger. Meen je dat nou? Ja. Meen je dat nou? Ja, dat denk ik. Dat ze zwanger zijn. Ja, denkt... Oké, dat denk ik dan niet. Waarom zou je een rood lintje bij een paar doen alleen aangeven als ze zwanger is? Dan laat je dat toch gewoon niet meedoen als ze zwanger is. Wat denk jij dan? Ja. Een rood lintje, een blauw lintje, een rood... Nou, zal het niet een middie zijn. Nou ja, rood lintje, dat heb ik nog nooit gezien. Een rood lintje en een staart, dat is een prijs. Rood lintje, nou, voor de rest, het zegt mij echt helemaal niet. Ik heb dat nog nooit gezien ook. Of misschien dat hij drachtig is of zo. Ja. Ja, deze weet ik toevallig. Misschien lessen, weet je wel. Net dat we met de auto zo'n les, zo'n L op het bord op het dak zetten. Dus een rood lintje van pas dat op. Dat zou wel logisch zijn trouwens. Ik weet het verder ook niet hoor. Ik denk dat het wel logisch is. Dan is je gevaarlijk, dan kan je niet trappen. Dan moet je er niet achter lopen. Oh, dat is een goeie, ja. En hebben we er veel? Jij komt er meer eens in. Ik zie het niet veel. Maar misschien moet ik beter opletten. Ja, je krijgt het wel veiliger misschien. Oké. Okay. Next. Wat denk je dat de vooroordelen zijn over paardenmeisjes? Dus dat tussen haakjes bijvoorbeeld in bed. Moet je ons niet over uitlaten. Nee. Een van de vooroordelen is dat ze meer van de paarden houden dan van wie dan ook. Nou, dat ze alleen maar met een paard bezig zijn, dat zei je net al. Ja. Dat is een voordeel. Maar ik denk dat het, nou, wat ook in bed bijvoorbeeld, dat is toch een voordeel. Het is een vooroordeel, maar het is ook een voordeel. En de andere ding is dat het allemaal van die tukjes zijn. Ja, dat is allemaal paarden, die tukje.
Vooroordelen in bed. Nee, bijvoorbeeld in bed. Niet blijven hangen, hè? Denk een beetje decadent. Ja. Ja, over het algemeen genomen wel een beetje, denk ik, ja. Ja, verwend. Ja. Dat is een goeie. Ja. Het is ook niet altijd dat de dame nou vol slank is die op een paard zit. Nee. Ik heb er ook wel eens twee achterste. Ja. Dus ja. Nou, maar ik heb dan vooroordelen, niet dat ze echt zo zijn, maar... Ja, paardenmeisjes die willen dit niet en die houden niet van voetbal bijvoorbeeld. Of die, nee, die houden niet van voetbal, nee. Ja, stabiele zit. Ik denk als jij wel intensief paardrijdt, dus op een hoog niveau, dat het wel intensief is. Dat het wel echt topsport is. Dat is een conditie. Ja, dat is een conditie. Dus het moet toch goed zijn, toch? Maar ja, meestal denk ik dat ze tuttelig zijn. Dat weet ik niet hoor, ik vind het altijd wel stoere wijven, eerlijk gezegd. Amazon is waarschijnlijk de favoriete positie, net zou daar nog voor moeten zijn, maar... Reverse cowboy. Het is paardrijden. Ja. Zo. Wat ik ook al zit te denken, je ruikt het paard nog waarschijnlijk. Je krijgt nu een aantal spullen te zien, geef aan wat je denkt dat het is. Nou, dit lijkt wel alsof het verder een Stanley mes, maar dat is het niet. Pas maar op, als ik heel druk. En er gebeurt helemaal niks. Oh, kijk, er gebeurt iets. Wacht eens. Een soort knippen. Maar dit is levensgevaarlijk, joh. Maar een knipding. En er zal vast wel een poort voor zijn. Ik denk dat je hiermee, er zit een soort van mesje in, kan je gewoon je paard gewoon een goede knipper geven. Knipt hij ook? Jazeker. Nou, dat is een soort tonduizenachtig voor de staken vanzelf. Wat op zijn vacht? Misschien op zijn vacht, dan ben je al heel lang bezig als je dit neemt. Ja, voor de maan en de staart een tonduizenknipschaar. Een uitdun... kam slash schaar voor het manen en het hoofd van het paard. Kijk. Voor mij kun je hiermee knippen. Ook om zijn manen mee te komen. Ja. Ik zie ook geen andere. En kammen en in één keer snijden, zagen. Als staart is het misschien. Ja. Ja, het is een soort van kammetje. Ja, nou ja, dat gaat sowieso goed. Het heeft met haar te maken. Is dat niet zo'n onderdeken voor zo'n zadelachtig... Dit is een onderdeken, want dit zijn zijn ruggengraat, wat de meeste de mannen tegenwoordig niet meer hebben. Ja hoor. Weet je het? Dat is een dek, weet je. Dit ligt onder het zadel. Dat is altijd dat zweetkleed wezen misschien, dat zweet ding. Nou, ik zou zeggen in eerste instantie denk ik het is een deurmat, maar zo zien. Deze klik je zeg maar als het ware onder het paard door. En die zit waarschijnlijk aan de andere kant. Ja, daar zitten ze ook weer. En dan klik je hem vast. Ja, ik denk in ieder geval, het is voor onder het zadel. Alleen die achterste kan ik niet verklaren. Of zit deze juist aan de onderkant? Nee, dat hij zo zit. Het zadel juist. Op zijn buik. Je moet vergelijken met een riem als je in de auto stapt. Gezien de ronding. Dat is wel eens een verschil. Ja, dan is dit de voorkant. Die klopt in de voorkant hoor. Ja. Die gaan toch echt onder het... Ja. Dit gaat onder zijn hals door en deze onder zijn buik. Kop hier. Staart. Staart daar en dan... En hier dan tussen. Dat is hem. Ja. Een dekje. Ja, zou je dat denken, ja. Ja. Dat denk ik het ook. Wat, die clipjes? Ja, ik heb geen idee. Ik weet niet wat dat is. Dat is iets nieuws. Dat zie ik ook vaak niet, wat die dekjes. Oh, kunnen we er gelijk even een promotiefilmpje van maken? Kijk, nu met clipjes. Ja, dit is de voorkant, dat is de achterkant. Dat denk ik, ja. Omdat het de ronding hebt, maar het zou ook andersom kunnen. Dit is onder het hoofd, zo toch? Ja. Het lijkt me dat de voorkant is. Yep. Dat lijkt mij ook.
Misschien zitten we er al helemaal naast. Dat zou ook kunnen. We moeten hem even zo vasthouden. Krijg ik anders had ik het al gezegd. Nee, we houden, ja, ik hou het gewoon dat nee, maar... Ja. We blijven bij ons handen. Nee, niet. Nee, dit is de voorkant. Ik heb echt geen idee. Ik heb het nog nooit gezien. Dat het ergens... Volgens mij wordt deze ook niet vaak gebruikt. Maar ja, het is ook 1 van de 30. Dus dat... Als je tegenstander of je concurrent, of hoe het in het paardensport genoemd wordt, aan de beurt is. Dan wil je passage bij doen. Volting, acrobatiek op een paard. Ja. Tijdens passage, in een bakstuk. En op een gegeven moment. Dus dan is de ander aan de beurt. En dan. Het paard weet niet waar ik moet zoeken. Die is afgeleid. Hiermee ga je, denk ik, nabootsen. Als je een wedstrijd hebt in een lege bak en dan zeg maar publiek nabootsen. Ja. Dus dat een paard eraan wendt, dat het publiek zit. Dit is denk ik om paarden te laten wennen aan rare geluiden. Wat zijn ze gemeen voor die beesten? Dit had je met EK voetbal ook. Ja, maar ik denk dat het een... Het is een tool. Het is waarschijnlijk om hem te motiveren of om hem vooruit te krijgen. Ja, ja. Dat is gewoon een jouw tool. Nee, weet je wat dat is? Dat zie je ook wel, maar die politiepaarden op het strand, die laten ze dan schrikken met rotjes en toestanden. Ja. Weet je wel. En dit is wat, dat ze niet schrikkerig worden. Dat denk ik. Wat we net hadden, zeg maar, dat hij rondjes moet lopen. Remmen aan de touw. Om op te In plaats van hem echt een tik te geven tegen zijn misschien een straf of zo, hè? Dat hij denkt, ik doe iets niet goed. Dat gelijk weer, ah fuck, ik moet het volgende keer beter doen. Ja. Nou, dat zal zijn dingen gewoon in zijn kost laten. Ja. Gaat vast wel op zijn zenuwen werken. Daar is het waarschijnlijk voor. Wij denken dat het is om... Om hem te motiveren, om aan te zetten. Een soort van trainingstoel eigenlijk. Prinsjesdag doen ze dat altijd met geweren en alles. Ja, lekker. Maar dit is de light versie, denk ik. Van deze. Dit is een trustring. Dit is voor het vertrouwen van het paard. Ja, trust. Hij is niet te plaatsen. Ik... Dit is een heel bijzonder ding. Dus wat ik denk is een soort correctie. Corrigerende een soort van zooltje voor de mens is wat dit is. De trust is voor een paard. Oké. Okay. En dan is je net even wat meer in balans. En dan minder kans op blessures voor het paard. Wat is dit nou ja? Een rubberen ring. Een kering. Om te voorkomen dat er lekkages komen. Wat ik me ook voor kan stellen, dat als het paard, die heeft dus net als bij hem om wervels, en je ziet dus continu als uit op die wervels, dat je dit op zo'n werveltje legt, dat het een soort van comfort is, onder je zadel schuift, als het ware. Je moet misschien aan dit denken of zo, dat die de ijzeren delen bij het paard met je, bijvoorbeeld dat ding wat dan door je bek heen gaat. Ja, dat die wat, dat die niet direct het ijzer op zijn... Ja, de zijkant lijkt mij wat minder. Slijtage aan de huid te voorkomen, de haar. Ik eerst denk een onderdeel van een stortbak of zo. Mini frisbee. Ja. Misschien aan de zijkant van zijn bek. Omdat het anders niet zo lekker is als je gewoon metaal. Bij het bakstuk. Ja. Oh. Dit gaat naast de mond. Oh ja, inderdaad, voor die beugels. Die beugels inderdaad. Ja. Naast de beugel en dan gaat het doorheen tegen die mond aan. Volgens mij is dat tegen voor de wrijving of zo. Een bittering. Ja. Even kijken. Nou, ik heb alvast het kaartje gepakt. Waar we, nou, de kaartje zegt, beoordeel de volgende outfit. Een beetje... Amerikaans, ja. Ja, een beetje cowboyachtig. Ja. Ik hou van deze stijl. Amerikaans, denk ik. Dat denk ik ook. Wat doe ik, joh? Country paardrijden. Van die lijfgehoorde paarden. Ja, echt. Als je ze maar gek genoeg maakt, dan... Ja. Ja, dat is wel zo.
ik denk dat het... Paardenbedel. Ja, ja. Paardenbedel. Ja. Ja, dit is een Mexicaans. Zuid-Amerikaanse staan. Ja? Jij bent daar geweest. Ik zou denken rodeo. Rodeo. Het lijkt meer een beetje in zo'n stierenbak, weet je wel. Maar ik vind het eigenlijk niet eens een hele lelijke outfit. Toch? Ja, een beetje raar, maar ja. Het klopt wel allemaal. Ja. Is country. Ja. Western draaien. Dan heb je het weer. Een beetje rodeo. Echt een cowboy. Cool. Deze ziet eruit dat ze een kalfje gaat vangen zo meteen. ik vind het wel grappig voor een show. Country een show, ja. Of circus. Circus act. Een zesje, vind ik. Niet hoger. Nee. Maar leuk voor kinderen om naar te kijken. Het heeft wel iets. Ja. Eigenlijk is het... dit is een beetje de nieuwe variant van het paardrijden. Het lijkt een beetje op schaatspakjes. Je weet wat ik bedoel, hè? Ik vind het wel grappig. Ja. Ah, Western. Ja. Ja. Nou, ik heb nog nooit zo'n cowboy gezien, maar dat... Nee. Moet je zeggen, ik vind dit niet echt geweldig. Ik vind het allemaal een beetje... American style. Ook een beetje jaren 70 kledingen van die oude... De Dukes of Hazzard kleding.